Go, 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 go. Oh, daar gaat hij weer. De solo van Toad. En die score. Oh, die zat erin. Ik wil de VAR. Yo, Nintendo fans. Het is eindelijk zover. Mario Strikers Battle League voetbal is uit. En wij gaan gelijk eens even kijken of we een bekertje kunnen pakken. Als je dit vet vindt, doe de duimpjes omhoog. Minimaal 1000 duimpjes moet lukken, toch? En vergeet sowieso niet te abonneren voor de allertofste Nintendo Switch games. De Kanons Cup. Mijn aanvoerder is Yoshi. En voor Yoshi heb ik al uitrusting. En daarmee is zijn schotkracht maximaal. Ik ben benieuwd. Dat kan je doen door even naar Strikers Club te gaan. Dan krijg je gratis 400 muntjes. Verder wil ik graag Waluigi in mijn team. Toad mag in mijn team. En Bowser vind ik ook vet. En we spelen in de gele kleuren. En we moeten tegen de Scramblers voor de eerste ronde. In de beker mag je altijd één wedstrijdje verliezen. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè. We moeten gewoon alles winnen voor die beker. En daar zijn ze hoor. Mijn helden. Aanvoerder Yoshi in zijn speciale uitrusting zoals je ziet. Bowser, Waluigi en Toad die hebben normale uitrusting. We spelen ook tegen Bowser. Oké. En drie Yoshis. Wil je nou gewoon mijn team memen met je drie Yoshis? Oké. Eens even kijken of ik die... Ja, die Bowser, die kan ik maar heel moeilijk tackelen natuurlijk. Oké, Toad. Nee, Yoshi aan de bal. Bowser aan de bal. Waluigi aan de bal. Met het schot. Oh, en gekraakt. Ik moet niet schieten, denk ik, terwijl Bowser voor mij staat. Want Bowser, die gaat al die schoten, denk ik, blokken. Maar nu dan. Waluigi. Oh, bijna. Oh, niet bijna. Nu dan de tackle. Lekker, Waluigi. Daar gaan we. Waluigi staat vrij en schiet. Oh ja hoor, lekker FIFA doelpuntje. Voorzetje en schieten in de lage hoek, in de korte hoek. Lekker man. Ja Bowser, dat kan je zo stoer doen. Maar je schiet gewoon gelijk. Oké. Ja, dat mag van mij. Prima Marco, prima. Voorzet op Yoshi. En die schiet hem er gelijk in. Het is al 2-0. We maken ze helemaal kapot. Ja Bowser, wat heb je daarop te zeggen? Je wordt boos hè? Jij wordt boos. Oké, daar gaan we. Pak het superschot. Lekker. Pas naar Yoshi. Ik wil Yoshi's superschot. Let's go. Het hyperschot van Yoshi. Zal die erin gaan? Ik zit in het eerste stukje in de oranje. In het tweede stukje in de blauw. Ik ben heel benieuwd. Dit ziet er wel weer vet uit hoor. Yoshi die schiet zijn ei helemaal omhoog. Vuur in zijn ogen. En ja, een kontbal. Heerlijke kontbal. Dan komt daar het schot. De keeper pakt hem. Maar houdt hij hem ook echt tegen of laat hij hem los? Is het schot te hard? Of houdt hij hem... Hij houdt hem niet. Het hyperschot van Yoshi gaat erin. Lekker, man. 4-0, jongens. Holy moly. Ik bedoel 4-1. Nu dan. Het superschot van Waluigi. Hop, hop. Ja, deze gaat er sowieso in. Twee keer in het blauw. Hij pakt zijn Rosie erbij. Oh. Sick. Ja. Ja, die Roos die gaat geluk brengen. Sowieso, deze gaat erin. Moet wel. 6-1. We maken ze helemaal kapot, Waluigi. Ik vind dit zo'n leuk spel. Oh, mis. Weer mis die tackle. En deze tackle is wel raak. We hebben weer het hyperschot. Gaan we die gebruiken? Of gaan we die maar gebruiken met Bowser? Die gaan we dan maar gebruiken met Bowser. Als niemand Bowser aanpakt... Ja, dan gaan we het gewoon doen met Bowser. Dan gaan we eens kijken wat hij doet. Oh, hij zet de bal in de fik. Oh, en hij gooit hem ook echt. Bowser denkt is handbal, gast. Je moet met je voeten. Niet met je handen. Gaat hij erin? Hij is wel van ver. Maar hij gaat er wel in. Lekker hoor. Oké. Ja, nou, 8-2. Ja, mooi doelpunt. Kan niet anders zeggen. Je zat er echt lekker in. Kijk, hier voorzet je in één keer. Toch weer Yoshi, hè? Ja, Yoshi die kan wel schieten. Maar ja, mijn keeper was ook niet zo goed. Zij mogen nu niet schieten, want anders hebben ze een superschot. Dat mag niet. Lekker getackled, Yoshi. Daar komt Waluigi weer. En weer de FIFA doelpunt. 9-2 is de eindstand van de eerste wedstrijd. Lekker. Of nou, ja, misschien is 9-3 de eindstand. 9-4 dan zelfs. Als deze erin gaat, wordt 9-4. Kom op, keeper. Pak die bal. Je hebt hem. Oh, ik moet drukken. Oh! Blijkbaar, ja, lekker. Hij heeft hem gepakt. Nice. De overwinning is van team... ja, ik wou zeggen team Yoshi. Maar in het andere team zaten drie Yoshis. Lekker eten, jongen. Lekker fruitjes. Dan moeten we de tweede wedstrijd tegen de Fleers. En de Fleers zijn Mario, Peach, Wario en Luigi. En ze spelen in het grijs. En ik denk dat ik hun wel serieus moet nemen. Oh, het is te vlot. Dat doen we dan ook gelijk. We gaan gelijk naar voren. Gelijk een schot op de paal. Oh, die ging er gelijk bijna in. Maar ja, bijna is niet helemaal. Schiet. Oh, lekker Waluigi. Weer Waluigi, hè. Die is wel goed. Die scoort veel. Toad met drie keer een schot. Ja, Toad doet gewoon drie keer een schot, joh. Oh, daar gaat Mario. Ja, die schiet hem ook op de paal. Dan is het 2-1 en kon die bal niet wegwerken. Ja, dat gaat heel snel, dit. Oké, nu zijn wij weer aan de beurt.
Met het superschot, ja, dan gaan we dat gewoon doen. Met Waluigi. Perfect! Ik kreeg bijna een bom om mijn hoofd, zag je het? Maar net niet helemaal. Ja, ik denk deze moet er wel ingaan. Ja, want deze was perfect. Hoppakee. Bowser is niet zo snel. Kijk, oh, Bowser wordt bijna getackled. Ja, die werd getackled, maar ik was net op tijd met de passing. Hier, Waluigi. Oh, lekker zeg, omhaaltje. Ja, dat is een mooi goaltje. Kijk, hij sprint hier naartoe. En dan stond hij klaar. Hoppakee, omhaal. Keeper chafed de bal. Sorry, Peach. Hier, nu gaat Yoshi scoren. Ja. Ja, die voorzet en dan het schot, dat is best wel effectief. Dit is een goede manier om te scoren van de zijkant. Een voorzetje. En dan gewoon in één keer, boom. Dit waren de rest van de doelpunten in de tweede wedstrijd. Ja, en zo werd de tweede wedstrijd 12-3. En dan nu, de finale. En nu moeten we tegen Bowser met 3 Yoshi's. Is dit gewoon een meme? Ja, ik tackle gelijk Bowser. Ah, ik tackle hem nog een keer. Maar hij is wel... Oké. De finale begint niet zo goed, eigenlijk. Dit was best een prima schuiver, eigenlijk. Bowser, wat, keeper, wat doe je? Oké, we moeten orde op zaken stellen. Ik heb gelijk een item. Hoppakee. Lekker. En schieten. Hots. Nog harder. Kom op. We kunnen dit. Kom op. Lekker. Hotseflots. 1-1. Waluigi weer. Die maakt altijd de eerste doelpunt. Lekker gedaan, Yoshi. Gelijk naar Toad. Gelijk naar Waluigi. En die schiet. Maar geen doelpunt. Helaas. Hotseflots. Lekker, Toad. Toad gooit even een tackeltje. En een doelpunt van Toad. Wat een solo. Dit is Lionel Toad Messi. Zag je dit doelpunt? 2-1. Lekker man. Belangrijk in de finale. Kijk Toad hier tussendoor slalommen dan. En dan rustig het schuivertje zo. Hots. Langs de keeper. Go, 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 go. Oh, daar gaat hij weer. De solo van Toad. En die score. Oh, die zat erin. Ik wil de VAR. Volgens mij was dit een doelpunt. Er staan nog altijd 2-1 in deze spannende wedstrijd. Maar Bowser gooit een tackle en schiet van dicht bij de 3-1 binnen. Lekker. Ik ga gelijk een item gooien. Lekker, Yoshi. Lekker. De voorzet op Waluigi. Is dit weer de FIFA goal? Ja, dit is wel een manier om te scoren in dit spel, hoor. Ja, deze heb ik gevonden. Als iemand vrijstaat in het midden. Laag voorzetje. Schieten. Doelpunt. Kijk maar, daar is hij weer. Ja, nu zijn ze sowieso de Sjaak. Daar komen we weer met het hyperschot. Hoppakee. Ja. En dan wordt het 6-1. Kijk maar. Easy. Perfect hyperschot. Simpelweg onhoudbaar. Ja, en dan stonden we wel even achter in die finale. Maar dan lijkt het nu toch allemaal wel weer goed te gaan komen. Oh, wat een doelpunt van Toad. Zag die tackle en het schot. Dit was gewoon perfect. En hier is het zelfs 8-1. Ja, dit is nog wel een makkelijk niveautje, denk ik. Want als je je schot gewoon lekker zo oplaat, ja, dan is het bijna altijd wel een goal. Oh, oh, oh. Even uit het niks. 8-2. Ja, Bowser. Bowser doet het gewoon. Bowser heeft trouwens ook zijn uitrusting aan, zoals je ziet. Ik denk dat hij krachtuitrusting aan heeft. Hyperschotje. En dan wordt het gewoon easy. 10-2. Want deze kan hij niet tegenhouden. Als je hem perfect timed, dus in het blauw, dan kunnen ze hem nooit tegenhouden. Dan is het altijd 2 punten. Oh, wordt het dan nog een doelpunt? Ja, ja, ja. Want Yoshi die had de ster te pakken. Ik kon hem gewoon niet tackelen. En dan gaan we nu even heel professioneel gewoon de bal rondspelen achterin. De wedstrijd is klaar. Of gaan we toch nog een aanval zoeken? Oké, we gaan nog één... Oké, ik wou nog één aanval zoeken. Maar laat maar zitten. We hebben deze gewonnen. Yoshi nog een keer. Nee, helaas. Waluigi nog een keer. Ook niet. Maar het is 10-3. En dit was de finale. Dus volgens mij hebben we nu de beker gepakt. En dan zie je hier inderdaad dat wij de winnaar zijn van deze Kanonscup. En Yoshi mag waarschijnlijk de beker in ontvangst gaan nemen. Daar komt hij hoor, denk ik. Is dit de beker? Dit is de beker. Mijn allereerste beker in deze Mario Strikers. Hij is binnen. En daarmee krijgen we 400 muntjes. En we hebben ook 45 muntjes al gekregen voor de gewonnen wedstrijden. En met die muntjes kan je natuurlijk je karakters upgraden. Zo denk ik dat ik het wel vet vind als ik de kracht van Bowser dus helemaal ga maximizen. Dus dan koop ik allemaal van die power attributen. Zoals de power handschoen en de power harness. En dan hebben we hier nog de power schoenen. En dan zie je dat de kracht van Bowser nu
maximaal is 25. Niemand komt deze Bowser meer voorbij. Ik ben wel benieuwd of jij deze game hebt en of je ook al bekers hebt gepakt. Laat het even weten in de reactie. Doe je duimpje omhoog en nogmaals, vergeet niet te abonneren. Want daar help je mij heel erg mee en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!